Breda Nu. Je weet het meteen. Mijn naam is Laurens Mol en de meeste mensen kennen mij van mijn kapsalon die ik 36 jaar heb en veel voor tv heb gewerkt en jarenlang een rubriek in Weekblad Privé heb gehad. En nu onlangs heb ik een boek gelanceerd, een spannende roman, dus je kunt me op vele manieren kennen. Wat is mijn favorietste plek in Breda? Nou, dat is toch wel echt de Ginnekeweg. Ik heb eerst 20 jaar helemaal aan de andere kant van de Ginnekeweg een kapsalon gehad. En nu heb ik alweer 16 jaar mijn kapsalon aan deze kant van de Ginnekeweg gehad. De Ginnekeweg, daar zijn nog allemaal hele kleine winkeltjes, geen grote ketens. Grappige winkeltjes, het is een romantisch plaatje. Lieve eenmanszaken. En mooie mensen. Dat maakt de Ginnekeweg de Ginnekeweg. Heel veel mensen denken dat ik in Breda geboren ben, maar dat is niet waar. Ik ben in Etten-Leur geboren, maar toen ik een beetje mens begon te worden, vanaf mijn 12e woon ik in Breda. Ja, Breda betekent gewoon heel veel voor me. Ik zou nooit kunnen emigreren. Ik zou niet eens naar Etten-Leur terug kunnen verhuizen. Want één dag zonder Breda wordt al een hulpeloze dag. 2 weken vakantie vind ik ook altijd meer dan. Breda Nu. Je weet het meteen.